Nou. Hier staat hij, Joker. Hier staat het. Nieuw. Echte crime-rubriek die u nergens anders ziet of leest. Precies, bij ons krijgt u het echte criminele nieuws. Ja, echt waar. Juist. De top VVD-elite, maffiabazen Rutte Dijkhoff, betrapt op een geheime ontmoeting met hun mediahuurmoordenaar. Moordenaar? Moordenaar, John van der Heuvel. Op de... Eretribune. Bij PSV. Afgelopen zondag werd tot verbijstering van veel wakkere mensen de premier Godvader Rutte en de tweede man, to-face Klaas Dijkhoff, juist, van de VVD-misdaadgroep, gesignaleerd naast de RTL Riool Boulevard en Oude Mannen. NSB Fot de Telegraaf, media-humor noemt John van der Heuvel. Op de eretribune van de PSV. Helemaal vol. Ja, en ga door, Joop. Ja, de mediastream. De mainstream media. De mainstream media zweeg het dood. En wij zijn de enigen die een foto publiceren van het bizarre onder onsje op de PSV. Tribune. Ja, beste mensen, natuurlijk even het kort. U kunt het hele verhaal nalezen volgens Nieuws Amsterdam Noir. Maar het is natuurlijk van de zotte dat Dijkhoff, de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, en de premier van Nederland, tevens de leider van de VVD, naast deze rechters, of naast deze algemeen bekende rioolsensatie lynchjournalist, de mediahumorenaar John van der Heuvel, dat ze daar op de tribune naast elkaar een onder ons hadden. Nou, we hebben natuurlijk aan de RVD, ja, we hebben de foto als bewijs, maar we hebben natuurlijk de RVD gebeld. Wat was de bedoeling van die ontmoeting? Nou, dat was dus staatsgeheim. Wij zelf vermoeden dat John van der Heuvel daar of instructies kreeg van bepaalde personen die hij moest afbranden en de gevangenis in helpen. Mm-hmm. Zo heeft hij ooit eens over mij ook een artikeltje geschreven waar de honden geen brood van lusten. Ja, ze waren zo erg toen. Ja, weet ik. De dag dat ik dus neergeschoten was, jaren terug, en hij dacht dat ik doodging, heb hij een stukje over mij geschreven. Nou, ik leek Hannibal Hayes wel. En tot zijn schrik heb ik het overleefd. Heb ik nog, hij heeft naderhand ook schriftelijk zijn excuus aangeboden. Mm-hmm. En zo heb ik toegegeven. Mailtje, kijk je maar naar het mailtje. Dat hij gelogen had. En zijn excuus. Maar goed, dat daar gelaten. Maar u ziet maar hoe de banden, hoe nauw die zijn. Hè, want John die schuift natuurlijk aan bij RTL Royal Boulevard. En dan zit hij weer in de Telegraaf. En wij denken ook dat de tweede reden kan zijn dat hij daar zat, dat hij beloond werd. Dat hij nog nooit een artikel heeft geschreven als er weer eens een VVD-bendelid gepakt was op fraude, witwassen, pedofiele neigingen, nou ja, Demming noem ze allemaal maar op, Ed Nijpels en Liegen, Zeilstraat is te veel om op te noemen, hoeveel VVD'ers betrapt zijn op fraude en witwassen, maar daar schrijft John nooit over. Nou, kijkt u even naar een reportage die wij ooit eens gemaakt hebben uit de oude penosendoos. En dan leggen wij uit hoe John zelf bekent. Ja, hij bekent het zelf. Ja. Bij Telegraaf TV. Hoe vaak hij gebeld wordt door de politie. Mijn naam is ingenieur Steve Brown. Ik ben de underground presentator van de Stem van de Straat Amsterdam Noir. En de hoofdredacteur van Volksnieuws Amsterdam Noir. Maar deze keer doe ik verslag in mijn hoedanigheid als de allerbeste en wellicht wel enige eerlijke misdaadjournalist van Nederland. De laatste tijd zien wij signalen dat ze kennelijk zo wanhopig zijn, justitie, en in paniek. Eerst berustte eigenlijk het hele proces op hysterische verklaringen van de zussen Holleder. Dat werd dan als bewijs opgevoerd en notabene al gepubliceerd in een rioolboek. Maar nu wordt het nog gekker en nog veel erger. Want nu hebben ze voor het eerst in de geschiedenis hebben ze iemand die zichzelf adviseert als misdaadjournalist bij RTL Riool Boulevard natuurlijk en het NSB Telegraaf voor de bejaarde mannen. John van der Heuvel, vanmiddag was weer het Holleder Monster Showbiz proces hervat. En in aanloop daarnaartoe kwamen weer de bekende ronzige aasgierfiguren Judas Astrid Holleder, geilneef Peter R. de Vries en de politie-scribbelt John van der Heuvel alweer voorbij met een hoop bombardie en gebral en leugens. Eerst hadden wij afgelopen week een soort van bedreigings-stalkings-interview van Judas' zuster Astrid Holleder te verwerken.
in dat interview van HP De Tijd wens hij hem, ja wens hij, het is gewoon een regelrechte bedreiging, Willem Holleder de dood toe. En nog een paar van die vuiligheden. Maar goed, dat, opmerkelijk is de teloorgang inmiddels die het proces Willem Holleder teweeg heeft gebracht bij de journalistiek. Ze houden zich aan geen enkele journalistieke code vandaag de dag meer. En dat is mede te danken aan Willem Holleder. In die zin heeft eigenlijk het zogenaamde mediamonster Willem Holleder de mediamafia en de journalistiek ontmaskerd. Oké, na dat ranzige stalking interview van HP De Tijd overigens werd Willem Holleder helemaal niet om wederhoor gevraagd en ook niet zijn advocaat. Dat is dus ook een van de basisprincipes van de journalistiek, maar dat doen ze geen van allen meer. Daarna kwam de politiescribbend en mediamoordenaar John van den Heuvel, Akka Mokro Johnny, om de hoek chasen in de bejaarde NSB Telegraaf TV. En die maakte het nog bonter. Die is zo de weg kwijt wat het eigenlijk inhoudt om journalist te zijn, dat hij daar ronduit bekende dat hij dagelijks gebeld wordt door de politie en dan opdrachten krijgt van de politie wat hij moet schrijven en liegen in zijn Telegraaf en of bij het RTL Rioolboulevard, dus punt 1. Maar hij ging nog verder. Hij vertelde ook nog eens een keer berentrots dat hij dus gevraagd was om wat ooit eens een interview was, om dat nu als een verklaring te komen afleggen op het politiebureau, op het hoofdbureau van politie, moet u zich voorstellen. Bronbescherming, onafhankelijkheid heeft John al lang niet meer van gehoord. Dus met andere woorden, er is een nieuw figuur ontstaan in Nederland, de politie, getuige, journalist. Dus als jij een interview gaat geven aan een journalist, kan je er gewoon een paar dagen later of een paar jaar later rekening mee houden dat hij dat later gaat afleggen als een verklaring bij de politie. Nou, u denkt misschien dat ik het verzin? Nou, kijkt u zelf maar even van wat ik u net vertel. Dat wordt dus allemaal bevestigd door John van den Heuvel in zijn zogenaamde interview bij de bejaarde NSB Telegraaf TV. Kijkt u maar en oordeelt u zelf. Dan gaan wij even verder met Willem Holleder. Want maandag moet hij weer voor de rechter verschijnen in verband met een aantal onderwereldmoorden. En ja, John, Holleder, daar komen we natuurlijk nooit vanaf. Je blijft altijd weer terugkomen, maar die rechtszaak is aanstaande maandag. Maar jij bent al gebeld door de politie, begrijp ik? Nou ja, ik word vaker gebeld door de politie. Alleen in het kader van dit onderzoek werd ik inderdaad vorige week gebeld of ik zelf als getuige een verklaring wilde afleggen. En dat heeft te maken met de moord op John Mierenmet in 2005. In de periode daarvoor had ik John Mierenmet een aantal keren ontmoet en heeft hij bij mij ook bepaalde verklaringen afgelegd. Een grote interview ook gegeven. Ja. Maar ook een aantal andere verklaringen, ook over de rol van Holleder. En het 100% van Drost team, wat dan onderzoek doet nu naar Holleder, had een aantal aanvullende vragen. Dus daar ben ik vanochtend voorbij het hoofdbureau van politie geweest. Die verklaring is opgenomen en zal, neem ik aan, een deze dag bij het dossier worden gevoegd. Ja, en zijn zus Astrid, ja. Heeft het boek Judas geschreven, maar die heeft deze week ook nog een interview gegeven. Ja, die heeft een interview gegeven aan HP De Tijd. En daar vertelt ze eigenlijk iets in, over haar leven, hoe dat er op dit moment uitziet. Zij samen met haar andere zus Sonja en de ex-vriendin van Holleder de afgelopen periode weer veelvuldig gehoord. En ik verwacht eigenlijk dat we aanstaande maandag, als die pro forma zitting weer dient, dat we daar ook wel meer over te horen gaan krijgen wat de inhoud van die verklaring is geweest. En wat wel altijd spannend is maandag, want dat is iedere keer hetzelfde. Aan het eind van de zitting krijgt Holleder het laatste woord. Dus die mag dan iets gaan zeggen. Nou, daar maakt hij een hele show van. Dan zet hij zijn brilletje op zijn neus. Dan haalt hij zijn papiertje uit zijn zak. En dan leest hij bijna met trillende stem leest hij weer een statement voor. Ja, het wordt zo langzamerhand een terugkerend ritueel. Dus ik ben benieuwd wat hij aanstaande maandag weer te vertellen heeft. Het vonijs zit hem altijd in de start. Hem wel, ja. Er zijn meerdere opties.